Fijne namiddag ook van mijn twee. Hartelijk welkom in een nieuw stukje Gasthuisbergen dat we ook leren of hebben leren ontdekken vandaag. Het is heel fijn om even te vertellen over een verhaal dat, waar ik toevallig in gerold ben toen dat 11 jaar geleden, ik overdrijf, het is 13 jaar geleden, een man op mijn raadpleging kwam die een niertransplantatie moest krijgen. En hij zei van, ja, het ergste dat ik zou vinden is dat ik na mijn transplantatie achteruit zou gaan. Ik ben altijd graag een fietser geweest en ik zou eigenlijk graag een keer een berg beklimmen voor mijn transplantatie. Ik ben nu in dialyse, hij deed buikvliesdialyse. En ik zou graag na de transplantatie opnieuw die berg beklimmen om te tonen dat ik na een transplantatie nog iets kan. En in de koetvoeder zei ik tegen hem, wel, ik vind dat een mooi idee. Als die transplantatie lukt, dan ga ik met jou mee. Maar ik heb woord gehouden. En dat was een beetje tot zijn verrassing, maar we zijn inderdaad 11 jaar geleden voor het eerst naar Ivan Toe gegaan. En Ivan Toe is eigenlijk de start geweest van een fonds, het Transplant Toe Fonds. En ik ben eigenlijk vandaag heel dankbaar, maar ook heel fier dat ik dat mag vertellen aan jullie. Waarover gaat Transplant Toe? Transplant Toe Connected for Life. Wel, dat gaat uiteraard, hier staat orgaantransplantatie centraal. En waarom krijgt iemand nu eigenlijk een orgaantransplantatie? Wel, dat komt omdat op een bepaald moment in het lichaam 1 of soms meerdere organen gaan falen. En falen betekent dat de functie uitvalt en niet meer herstelt. Daardoor geraakt die persoon in een situatie waardoor dat zijn tijd of haar tijd opgeraakt. Dat wil zeggen, de levensverwachting wordt korter. Typisch bij onze patiëntenpopulatie hebben die mensen geen jaar of 2 jaar meer te leven. Of indien ze toch kunnen overleven, bijvoorbeeld dankzij een kunstnier, dan gaat hun levenskwaliteit heel snel achteruit. Men zegt soms aan een dialyseapparaat, het is eigenlijk langzaam doodgaan aan een machine gedurende een aantal jaar. En u hebt net een aantal heel mooie dromen gehoord. Op dit moment is het vervangen van dat ziek orgaan de enige oplossing. Er is geen andere medicatie of chirurgische behandeling om dat orgaanfalen op te lossen. Wat is het doel van zo'n transplantatie? Wel, het doel van zo'n transplantatie is dat we opnieuw de levensduur gaan verlengen. We gaan met andere woorden genezen. Tegelijkertijd willen we ook die levenskwaliteit verbeteren, want met een hart dat niet meer klopt, dan raak je niet meer van hier tot aan de uitgang, bij manier van spreken. Dat heeft een impact op je dagelijks leven en we willen dus ook de kwaliteit van leven verzorgen. Er is al naar gealludeerd. Morgen zijn het verkiezingen, het gaat over kosten, het gaat over uitgaven. Wel, een transplantatie, alhoewel het high-tech geneeskunde is, is kostenbaten efficiënt. Dat wil zeggen, 1 jaar na een geslaagde niertransplantatie zijn de kosten van een niertransplantatie goedkoper dan dat iemand aan een kunstnier blijft. Hoe kom je nu aan orgaanfalen? Ja. Wel, je kunt ermee geboren worden. Er zijn aangeboren ziektes. We hebben het al gehad over hartziekten, maar ook nierziekten kun je mee geboren worden. Afwijking van de galwegen. Iedereen kent wel mucoviscidose, die ook een reden is voor transplantatie. Of je kunt het krijgen. Je kunt het krijgen door inderdaad een slechte, ongezonde levensstijl. Je kunt inderdaad je longen kapot roken en je lever kapot drinken. Dat zijn ook redenen van orgaanfalen. Maar je kunt evengoed die verkoudheid opdoen, waardoor dat je een week later op intensieve zorgen terechtkomt en waar dat je hart niet meer pompt. Of 20, 30 jaar geleden tijdens een bloedtransfusie een hepatitis C-infectie opdoen. Men kende het toen nog niet, maar die heeft 20, 30 jaar later wel uw lever kapot gemaakt. Transplant Toe is de samensmelting van twee woorden, transplantatie en Mont Ventoux. En het doet mij nog altijd iets als mensen zeggen van ik kan leven in toegevoegde tijd, in extra tijd. Nu, die Mont Ventoux, dat is eigenlijk een godsgeschenk, maar eigenlijk is dat ook een beetje een vloek geworden voor onze organisatie, omdat wij willen geen reclame maken dat je na je transplantatie per se naar het zuiden van Frankrijk moet. Nee, dat is niet de boodschap die we willen brengen, maar het is natuurlijk wel een mooie eyecatcher. Beste aanwezigen, een transplantatie, dat is geen fun. Dat is iets zwaar. Dat is iets die je overkomt en waar dat de twee partijen, zowel de orgaandonor en zijn haar familie, als degene die een orgaan ontvangt, doorheen heel slechte tijden gaan. Heel veel wanhoop, heel veel vragen, heel veel geduld moeten hebben. En een transplantatie vraagt dus heel veel van uw lichaam en uw geest. En vandaar dat wij die Mont Ventoux eigenlijk een beetje zien als een
Oké, hij wordt beklommen in de Ronde van Frankrijk, maar het is eigenlijk symbolisch. Het is de berg van het leven. En iedereen van ons die hier zit, komt in zijn of haar leven een berg tegen. En je hebt geen keus. Mijn grootmoeder zei altijd, je moet erover. Alleen is die berg voor sommige mensen te hoog. Iemand die hersendood wordt, na een ongeval, na een bloeding, wel, voor die persoon is die berg te hoog. Maar iemand die een orgaan heeft dat gaat falen, wel, die geraakt dankzij dat falen van die andere, van dat die berg te hoog was, geraakt erover. En dan staat het daar met een nieuw orgaan. En dan moet je dat nieuw leven, dat leven extra tijd, dat moet je aanpakken. Maar je bent uitgeput geraakt, je hebt vrienden verloren, je hebt je fysieke activiteit verloren en dan moeten we er opnieuw aan beginnen. En daar willen wij als transplantoe ook een beetje staan. Namelijk, je kunt verder, je kunt dat leven extra tijd aan, met vallen en opstaan, maar niet alleen. En dat is wat dat wij ook willen doen, Connected for Life. En ik zal u daar een paar voorbeelden van geven. Maar wist u dat eigenlijk, wat wij promoten, is eigenlijk een medicament dat al zo oud is als de mensheid. Het is eigenlijk gewoon bewegen. Het is iets dat we langzaam in deze tijd verloren zijn, maar het is goed voor ieder van ons, of dat je nu getransplanteerd bent of niet. Het is een medicament, kost eigenlijk niet veel, maar we vergeten het ook wij als artsen voor te schrijven en ook wij als patiënten vergeten het te nemen. En ik heb hier heel kort een paar van die effecten opgeschreven, maar ze zijn wel redelijk indrukwekkend. Het is hoe gezond bewegen en leven en in conditie blijven, heeft een beter effect, je leeft er een stuk langer door. Uw bloeddruk is minder hoog. We hebben gehoord van type 2 diabetes, we hebben gehoord van kransslagverkalking. Dat zijn allemaal zaken die beter kunnen door dat bewegen. Onze spieren, onze botmassa, maar ook ons verstandelijk functioneren, het heeft er allemaal voordelen van. En je zult zeggen, ja, Montbalie, je zet daar weer met je verhaaltje, hé, met je Mont Ventoux. Dat zijn alleen maar die topsporters die daarop kunnen geraken. Dat is niet voor ons. Nee. Het grootste verschil wordt gemaakt van niets naar iets. Wij willen geen reclame maken dat je de Ventoux zit opgeklommen, maar misschien wel dat je vandaag met je fiets van Kesselo tot hier bent gefietst, in plaats van met je auto. En het is een heel klein beetje meer dat een heel groot verschil kan maken. En daar zijn een aantal, heel veel voorbeelden van, en ik heb er hier eentje opgesomd. Nu, waar willen wij voor staan met ons fonds? Wel, om te beginnen, geen transplantatie zonder donatie. En vandaar dat het eerste doel van ons fonds is sensibiliseren. En wij willen op een positieve manier bijdragen bij dat verhaal van waarom dat orgaandonatie en transplantatie belangrijk is. Een tweede is dat wij onze getransplanteerden centraal willen zetten. Wij willen hen gemotiveren om gezond te bewegen, om gezond te leven, om dat orgaan in conditie te houden. En wat heel interessant is, we hebben gezien dat zij op hun beurt ambassadeurs worden van ons verhaal. En zij gaan dat verhaal ook uitbrengen. En op die manier kunnen zij ook eer betonen aan hun donor of hun familie. We willen ook wetenschappelijk onderzoek zelf verrichten, maar we willen het wel ook stimuleren. En we hopen dat we ook kunnen investeren in revalidatie en beweging, want ik zie een aantal van de mensen die in transplantatie zijn in de zaal. Iedereen weet dat er heel weinig revalidatie voorzien is. En ik denk dat we daar ook een tandje kunnen bijsteken om dat te doen. En tot mijn aangename verrassing, toen we een paar jaar bezig waren, zeiden mensen ons van, kijk, transplantatie is voor ons een beetje familie geworden. En wij hebben verbinding gemaakt. Wij hebben mensen samengebracht, niet alleen lotgenoten, maar ook met hun familie, ook met vrienden, met een donor en ook met de medische staf, wat ook wel leuk is. Wel, wat zijn onze waarden? Wel inclusief. Wij willen niemand uitsluiten. En ik zal u daar straks een paar voorbeelden van geven. We willen laagdrempelig blijven. We willen meticuleus te werk gaan. En het moet medisch verantwoord blijven. Dus je gaat van ons niet mee van toe als we denken dat uw risico te hoog is. Maar als je ondertussen gestart bent met petangen, zijn wij ook heel gelukkig. Wat doen wij nu? Wel, wij organiseren een aantal sportieve, gezonde bewegingsactiviteiten. Voor onze getransplanteerden, maar ook voor onze entourage. Wij verbinden, wij maken die community, wij zorgen voor duurzame verbindingen, dat je blijft bewegen. En we doen ook onderzoek, we motiveren de overheid en onze partners en we zijn ook bezig om die resultaten bekend te maken. Maar we zijn ook geen clubje dat op zich blijft bestaan. Als mensen nu eenmaal dat lichaam terug hebben leren gebruiken en vertrouwen en zij willen met andere organisaties mee, dan zijn we daar heel fier op. Dus wij doen ook mee aan andere organisaties. En hier zit je een aantal van onze activiteiten. We hebben een aantal workshops, we sensibiliseren, we hebben een aantal specifieke acties. En je ziet dat wij elkaar ook een duwtje in de rug geven.
Over het sensibiliseren wel. In de loop der jaren hebben we toch al wat mooie verhalen op een positieve manier kunnen de krant of andere media inkrijgen. En soms graag ook al eens op een televisieprogramma waar dat we dan toch onze boodschap ook kunnen brengen. En we doen ook mee aan allerhande activiteiten over de ganse wereld waar dat we de boodschap ook willen mee uitdragen. Maar vooral, en dat zijn heel fijne momenten, is de verbinding. En ik toon hier even Inge, wiens zus donor is geworden en die met ons ook mee de Van Toen een keer is opgeklommen. We zijn meer dan alleen maar daarvoor getransplanteerd, maar ze zijn toch de grote groep van onze activiteiten. Familie en vrienden, dat die meedoen, vinden we superbelangrijk, want je doet dat niet alleen. Maar er is ook heel wat interesse van de medische wereld, die ook, als we dan die activiteit doen, meegaat. Er zijn vrijwilligers, sponsors en mecenassen en ook familie van donoren of levende donoren. Wat dat wetenschappelijk onderzoek betreft, wel, als je lichaam niet meer kan, omdat een orgaan is gaan falen, dan gaat je niet vooruit, dan gaat je achteruit. Dat betekent dat je conditie enorm achteruit gaat. En daarbij komt dan nog een keer, als je na een transplantatie medicatie krijgt tegen afstoting, dat daar nog heel wat bijwerkingen van de medicijnen bijkomen. Hoge bloeddruk, cholesterol, verhoogde kans op kanker, aankomen. En dus, voor je transplantatie, ben je niet fysiek actief geweest en er is weinig incentive om dat ook te doen na je transplantatie. Die kans op bijvoorbeeld meer hart- en vaatziekten, op overgewicht, dat is groot en dat willen wij doen. Nu, wat hebben wij tot nu toe al gedaan? Heel kort, mensen vragen ons, is dat eigenlijk wel veilig na de transplantatie? Een beetje sporten, maar mensen zeggen, de artsen zeggen van, doe het een beetje op je gemak. Hè? Dat is niet wat dat wij zeggen. Maar we zeggen wel dat als je goed begeleid wordt, als je goed voorbereid wordt, dan kun je serieus een tandje bijsteken. We hebben ook gezien dat mensen die bij ons hebben deelgenomen, dat die qua mentale fitheid ook beter scoren dan mensen die dat niet doen. En dus dat zijn de mensen die we ook willen bereiken. Alleen hebben we gezien dat de mensen, als ze één prikkel hebben, bijvoorbeeld een keer aan die Van Toe meedoen, dat ze dan niet actiever blijven na die Van Toe. Dus de mensen hebben een continue prikkel nodig. En dat is waarom dat wij een beweegcampagne uit de grond gestampt hebben sinds een aantal jaar en waar dat wij het fonds goed voor gebruiken. Wat dat het delen van kennis betreft, wel, daar zijn we sinds 2 jaar bezig met een internationaal symposium waar ook de patiënten op welkom zijn, omdat we dat allemaal samen doen. Voilà. Wat doen wij nu met die financiering? Wel, wij hebben een sportcoördinator die we daarmee kunnen betalen en proberen te betalen, die dus die beweegcampagne op punt zet, die ook de mensen screent en begeleidt, die dus een coach-to-coach-programma heeft uit de grond gestampt en wij doen dat op een individuele basis, dat is niet one foot for all. Nee, je wordt individueel gecoacht en begeleid. En wat we ook waar we ook heel fier op zijn, is dat mensen inderdaad op hun beurt ook andere mensen gaan coachen. Dus mensen nemen elkaar op sleeptouw. We hebben ook een wetenschappelijk coördinator, die dus inderdaad dat wetenschappelijk onderzoek mee aanstuurt, die ook helpt om de evidentie die er is, om de bewijzen die er zijn, mee tot bij onze patiënten te krijgen. En dat wetenschappelijk netwerk mee aanstuurt. Ik wil u even dit filmpje tonen van een man die met een aangeboren hartziekte uiteindelijk op een transplantatiewachtlijst is gekomen. Hij kon niet van de deur waar u binnengekomen tot hier binnenstappen. En na zijn transplantatie ook een beroerte had gehad. Dus hij had ook een verlamming en hij kwam bij mij en hij zei, ik zou graag die Van Toe opklimmen. Ik zeg, jongen, ja, dat is toch een redelijk indrukwekkende berg, vooral als je hem dan zag staan met een beetje zijn restverlamming. Hij heeft daar uiteindelijk 4 jaar over getraind en hij heeft dat eigenlijk gehaald met heel wat aanpassingen. Dit zijn 2 jongens die we nu bij ons hebben meegenomen, die een transplantatie hebben gehad, maar die ondertussen ook een verlamming hebben gekregen, niet meer kunnen stappen. Het zij door een complicatie van de transplantatie, het zij door een spierziekte en die daardoor ook een stuk geïsoleerd geraken die wij mee in onze groep hebben opgenomen. Dus we gaan heel individueel te werk, maar wel heel meticuleus en mee in de groep. We zijn heel fier dat onze aanpak toch opgepikt wordt in de internationale wereld. En op ons symposium bijvoorbeeld hadden we toch mensen van 20 verschillende landen. Maar wat dat vooral is, wij willen het geheel niet uit het oog verliezen. Dus het gaat over de hele mens, fysiek, mentaal, emotioneel en sociaal. En de balans van die aspecten, wel, dat is volgens ons de sleutel van een gezond leven. En dat is hetgeen wat we in de praktijk willen brengen, die gezonde levensstijl,
een sociaal engagement, participeren in onze maatschappelijke wereld of in onze maatschappij en blijven onderzoek doen, blijven bijsturen waar nodig. Voilà, ik ga het hierbij houden. Time to move. Die top ligt daar, die zal er altijd blijven liggen, maar ik zeg altijd, de weg naar de top is belangrijker dan de top zelf. En wat we eigenlijk doen, en dat is een beeld van Fred Belfroy, dat is dat we geven de mensen een duwtje in de rug wanneer nodig, we tonen hen de weg, en als ze het kunnen, dan blijven we op veilige afstand. Ik dank u voor uw aandacht en voor uw steun.